Graspop Metal Meeting 2023, dag 4. En bij ons Sander en Stefan van Hippotractor, die zo net de marquee hebben geopend. Jongens, hoe was het? Ik heb er heel weinig woorden voor eigenlijk. Wij zijn volledig omvergeblazen. Het was gewoon een mega hard feest. Amai. We zijn er een beetje aan neerkomen wel. Het was fantastisch. Hè? Ja, als jong gastje kwamen we hier en nu staat hier zelf. En het stond vol, hè. Fuck jong, ja, het was echt fantastisch. Het was ongelooflijk. Nu, jullie zeggen dat zelf, hè. Je komt hier zelf als muziekliefhebber. Dan sta je hier. Voor heel veel Belgische bands is dat de droom. Maar ja, we kunnen hem nu afvinken. Wat is het volgende? Amai, als dit een standaard zou zijn voor een festivalshow, wow shit. Nee, er zijn natuurlijk nog mega veel coole festivals. Hè. Wie weet staan we op een dag op Hellfest of zo ook eens. Maar Graspop, gelijk gezegd, dat is het festival in België voor ons. Ik denk dat ik minstens 10, 15 edities al heb gedaan. En het is zot, ja. Het is zo wat full circle precies om weer nu zelf te staan. Ongelooflijk. Heel veel beginnende bands moeten ploeteren, jeugdhuizen, dat gaan jullie ook niet uit de weg. Maar jullie zijn er wel in geslaagd om meteen een internationale deal te tekenen. Maakt het dat makkelijker voor jullie of juist moeilijker? Als in, hebben jullie meer het gevoel van we moeten ons nog harder bewijzen? Ja, dat is eigenlijk allebei wel waar. Wij zijn heel dankbaar dat wij eigenlijk een beetje hebben kunnen meesurfen op de kap van onze andere projecten. Dat wij ook bij Pelagic Records zijn terechtgeraakt, bij Thomas van Dingen als manager, toe partout voor de bookings. Dat is een cadeau die je krijgt en uiteraard is dat, ja, je begint eigenlijk met 10 kilometer voorsprong op de rest, zogezegd. Maar het is wel waar, die drang om ons te bewijzen, die hebben we altijd wel heel erg gevoeld. Het is voor ons ook, ja, iets helemaal anders dan onze andere projecten. Ja. Hè. Ik speel in dit project bijvoorbeeld geen gitaar, dat is heel anders. En jij zingt en speelt ook op een heel andere manier bij Lich. Ja, ik speel eigenlijk in een rockband ook, dus dat is een totaal andere manier van werken. Ja, maar het was gewoon, ja, het is een band die ons echt wel heeft... Ja, doen uitbreiden en aan onze persoonlijkheden gewoon, ja, tot een volgend niveau te brengen. Het is, we hebben er alleszins heel veel van geleerd, dat ook vertaald naar onze andere projecten. Dus dat is prachtig. Hè? Ja. Gasten, dankjewel voor jullie tijd en geniet ervan. Yes, yes. School.